beste mensen, ik ben Ben Judom. Vroeger toen ik een kindje was, toen heeft mijn moeke met de tractor over mijn beentjes gereden en mijn hoofd in de frietpot gesteekt. Daardoor loop ik nu altijd mank en is mijn haar een beetje kaal geblikt. Op school werd ik ook gepest. Mijn rugzakje werd gesteeld. Mijn pennenzakje werd weggegooid. Mijn brilletje werd kapot getrapt. Als jullie hetzelfde voelen als ik, leer hier dan uit. Want wat ik u nu vertel is de waarheid en enkel de waarheid. Het maakt niet uit wat mensen mee doen. En het maakt niet uit hoe lang mensen u pesten en wat ze tegen u zeggen en hoeveel keer dat ze u kwetsen. Het speelt geen rol. Want op het einde van de dag zit gij het die de beslissingen maakt. Gij beslist waar uw leven naartoe leidt. Niet al die haters. Dus mijn boodschap naar u is: neem uw rugzak, zet uw brilletje op en steek uw hoofd in de friteus. Ga onder een tractor liggen, een dikke sondeer. Het maakt allemaal niet uit. Gij beslist wat uw eindbestemming is. En het maakt niet uit. Want je moet vechten voor wat je wilt. En je moet strijden voor je droompjes. Al is het werken bij de ABC of in het HB bij de police. Al is het zelfs bij Luxe Taxi Ben. Je kunt alles. Als je dat maar weet. Ik hoef het u niet te vertellen. Dit is wat iedereen al weet. Het maakt niet uit waar je op de grond valt. Het maakt niet uit waar je op een bakkes geslaan wordt. Wat dat er wel toe doet, is hoe sterk je weer opstaat. Als een phoenix uit het as van mijn sigaret. Of van een joint. Ja, dat moet je doen. Ketamine snuiven. Heroïne spuiten. Cocaïne dealen. Dat maakt je sterk als persoon. Dat geeft je zelfvertrouwen. Dat moet je doen. Het is niet de vraag of het mag of niet. Als je respect wilt hebben voor jezelf, dan pak je nu die naald en je steekt die in je arm. En je zult je nog nooit zo goed gevoeld hebben. Ik denk echt dat dit de sleutel is tot succes in het leven. En wat al de rest zegt, maakt mij niet uit. Maakt mij niet uit.